Welkom bij dit nieuwe filmpje. Vandaag wil ik het eigenlijk hebben over dat wij als mensen eigenlijk bijna nooit genoeg hebben. En wat bedoel ik daarmee? Ik heb veel mensen die bij mij komen, die willen stoppen met drinken. En een van de eerste zinnen dat vaak mensen zeggen, ja, ik heb alles wat ik wil, maar toch drink ik nog. En hoe komt dat vaak? Het is omdat mensen ergens geen voldoening hebben in hun leven. Het is omdat ze wel alles bereikt hebben wat ze in hun hoofd hadden. Dus ze hadden een idee van ik wil dat en ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat. En als ik dat allemaal heb, dan ga ik een tevreden mens zijn. En wat gebeurt er bij heel veel mensen? Dan hebben ze heel die lijst afgewerkt. Maar ze voelen dat, ja, dat gelijk nog niet genoeg is. En dat is iets dat bij heel veel mensen merkt, is dat wij zijn bijna onverzadigbaar. We willen altijd meer, of we willen een ander ding, of grotere dingen, of iets anders. En wij als mensen hebben het soms last om gewoon tevreden te zijn. En wat ik eigenlijk vooral gemerkt heb de voorbije jaren, is dat wanneer ben ik als mens het meest tevreden, is eigenlijk als ik het gevoel heb dat ik het pad aan het volgen ben, dat ik moe volg. En wat bedoel ik daarmee? Er zijn heel veel mensen die altijd bezig zijn met, ja, wat wil ik? Ik wil dit, ik wil dat, ik wil een huis, ik wil een auto, ik wil een gezin, ik wil nog baby's en ik wil geld verdienen en ik wil de nieuwste, weet ik het wat, nieuwste iPhone en ik wil dat nog. En al die dingen, dat vult uw ego ergens. Het is omdat alles wat zo, ik wil dit, ik wil dat, dat is zo om uw ego te voeden. Maar uw ego heeft nooit genoeg. Het wil altijd meer en nog meer en nog meer en nog meer. En eigenlijk, in plaats van altijd focussen op wat wil ik, wat wil ik, wat wil ik, heb ik mij de laatste jaren, zeker de laatste 2 jaar, meer gefocust op van wat wil het leven van mij? En soms een beetje een moeilijke vraag om dat zo van eerst keer te horen, zo ja, wat wil het leven van mij? En wat merkt eigenlijk is dat dan er andere antwoorden gaan komen. Wat verwacht het leven van mij? Wat wil het leven van mij? Je kunt daar nog een stapje verder in gaan. En dat is eigenlijk, ja, wat wil God van mij? God is de schepper van de wereld, dat is mijn geloof. Wat wil hij dat ik doe voor hem? En eens, en dat klinkt misschien een beetje ver weg allemaal, maar eens dat ik eigenlijk in die relatie ben gestapt, van wat wil het leven van mij, wat wil God van mij, eens dat ik in die relatie ben gestapt, heb ik ergens veel meer rust gevonden. En waarom is dat? Is omdat als je zoiets zegt van ja, ik wil dit, ik wil dat, dan wilde jij de controle. Je wilt controle over al die dingen. Want controle behouden over heel veel zaken is moeilijk. Want er zijn altijd dingen in ons leven waar we geen controle over hebben. En dat is bijvoorbeeld mensen die bij mij soms komen om te stoppen met drinken. Ze hebben dan de controle over het gezin, over een business, over een job, alles gaat goed. Behalve dat stukje van die alcohol, dat krijgen ze niet onder controle. En ergens is dat gewoon een les van het leven, dat wij als mens bijzonder weinig dingen onder controle kunnen hebben. Een van de belangrijkste lessen in dit leven, denk ik, is om te leren ons overgeven aan het leven. Is om de controle los te laten. En eens dat je meer in verbinding staat met de vraag van ja, wat wil het leven van mij of wat wil God van mij, dan laat automatisch die controle veel meer los. Want je moet ergens gewoon het pad volgen. En je moet beslissingen maken. Soms niet altijd de even toffe beslissing, maar wel de juiste beslissing maken. En dan komt een andere energie terecht. En om een zeer concreet voorbeeld te geven. Ik heb heel lang controle gewild over alcohol. De dag dat ik besefte van, weet wel, ik heb er geen controle, is een dag dat ik zo wat bevrijd was. Ik heb heel lang controle willen krijgen over een relatie. Ik had dan soms een vriendin en ik wou de controle behouden en ik wou de perfecte relatie. Dus sinds dat ik de controle heb losgelaten over een relatie, dat het ook veel beter flowt. Dat op, het is niet dat altijd alles supergoed is en het gebeuren massas veel zaken. Maar het is niet meer zo van, ah ja, als je dat niet doet, dan zie ik niet meer zitten of zo. Het is gewoon van oké, we zijn twee mensen, we maken enorm veel mee en we hebben geen controle over elkaar, over elkaars gedachten, over elkaars emoties. Dus we proberen gewoon
te kijken wat dat een dag brengt en daarmee om te gaan. En wat merk ik wel, is dat bij heel veel mensen, eens als ze in die andere energie komen van altijd ik los te laten. En wat verlangt het leven van hen, dat ze, ja, dat je anders op het leven gaat. Het is ook ergens een bepaalde rust dat je opbouwt in je leven. Van, want als je altijd alles onder controle wil doen, dan dat geeft je enorm veel stress. Want je wilt dat en dat, maar er is we hebben weinig controle over zaken. En ja, sinds dat ik daarmee bezig ben, sinds 2 jaar zo echt, maar vroeger was ik er ook al mee bezig, maar de laatste 2 jaar ben ik er heel veel mee bezig om de controle los te laten, om gewoon te leren vertrouwen dat wat er op ons pad komt, dat dat gewoon het juist is. En ja, ik merk dat ook bijvoorbeeld, soms komen er ondernemers bij mij, of zelfstandigen, en dat is super, altijd zeer leuke gesprekken. En dan hoor ik ook vaak, ja, en ik wil groeien, en ik wil nog meer personeel, en ik wil nog meer geld verdienen. En op zich is er wel niets mis mee dat je dat wilt. Maar ik merk soms dat mensen hebben zoiets van, ja, ik werk met 10 personeelsleden, ik wil naar 20 personeelsleden, oké? Okay? En ze groeien, en ze groeien. En dan willen ze 30 personeelsleden. En ze leggen altijd die doelen en die lat hoger en hoger. Maar ze komen niet op een punt dat ze zoiets hebben van, yes, en nu ben ik echt een tevreden mens. Meestal, je hebt een doel, je bereikt dat doel, en je hebt het doel nog niet bereikt, hij is al bezig met het volgende doel. En dat is ook ons ego, dat is onverzadigbaar. Dat wil altijd meer en meer en meer en meer. Ik heb pas voldoening beginnen krijgen in mijn leven. En ik heb al een tijdje voldoening, in mijn werk dat ik doe heb ik ook veel voldoening. Maar ik ben eigenlijk vooral voldoening beginnen krijgen als dat ik het gevoel had dat ik aan het doen was wat ik moest doen. En niet bijvoorbeeld omdat dat hoort of zo te zijn, maar gewoon dat ik voel van, kijk, dat klopt voor mij, dat is juist voor mij. Natuurlijk heb ik nog stress, zeker en vast heb ik nog aan toe stress. Heb ik denk dat ik soms niet mee kan omgaan, zeker en vast, maar het is vanuit een andere idee van, oké, het leven brengt mij dat op mijn pad. Ik moet er iets van leren. Het komt op mijn pad, dus het is teken dat het zo moet zijn en voilà. En heel veel mensen inderdaad, ze willen altijd meer en meer groeien. En ik stel mijn eigen soms ook de vraag, of mensen die soms op coaching komen, is van, wanneer ga jij een tevreden mens zijn? Wanneer is voor u genoeg? En voor veel mensen is dat een zeer moeilijke, zware, confronterende vraag, omdat ze er niet onmiddellijk een antwoord hebben. Maar wanneer is het genoeg? Wanneer kun jij hebben in je leven dat je zoiets hebt? Wel, nu? Oh, nu ben ik een tevreden mens. En de meeste zinnen die beginnen met als ik dat en dat en dat en dat en dat, dan ga ik dat en dat en dat. Dat is meestal niet volledig oké, okay, want het gaat meer in het leven om de dingen op ons pad te aanvaren. Oké, okay, we moeten altijd ook zaken in handen nemen en de dingen soms veranderen, maar het gaat om aanvaren. En kijk, ik ben enorm veel bezig met wat komt er op mijn pad? Wat komt er in dit leven allemaal bij mij naar boven? En dan probeer ik daar op zo bewust mogelijk manier mee om te gaan. Dus, mini samenvatting, in plaats van altijd, wat wil ik, wat wil ik? Wat wil het leven van mij? En alles met ik is ego, ego, ego is onverzadigbaar. Een relatie hebben met het goddelijke, met het leven, met de schepping. Dat gaat ons wel veel meer voldoening brengen. De laatste tijd babbel ik meer, soms een beetje over God. Omdat ik dat super interessant vind. Omdat ik daar gelijk ergens een vorm van contact mee heb. En omdat ik ook voel dat ik de laatste jaren ook zo in een andere energie ben. In een energie van tevreden zijn. En rust vinden mezelf, ook al ben ik soms aan het gaan tijdens mijn video's. Maar het is daarom dat ik dat wil delen, omdat ik weet dat er wel hier en daar mensen er iets gaan aan hebben. En aan alle mensen, ik wens u het allerbeste, veel succes. En laat het ook allemaal een beetje door u doordringen. Pak desnoods papiertje erbij, schrijf een keer de zaken op, de vragen op en laat het wat bezinken. Ook die vragen komen ook voor in mijn allerlaatste boek van vertrouwen hebben in het leven. En voilà. Dus geniet nog van uw dag.